Vanaf februari 2020 hebben we in Nederland te maken met het coronavirus. Veel mensen zijn zelf besmet geraakt of kennen mensen in hun omgeving die besmet zijn geraakt. De klachten van coronapatiënten wisselen heel sterk. Sommige patiënten hebben alleen milde klachten, zoals een verkoudheid, maar anderen hebben koorts, hoesten, verlies van reuk of smaak of zijn kortademig. Patiënten die erg kortademig zijn, moeten worden opgenomen in het ziekenhuis om daar extra zuurstof te krijgen of om beademd te worden op de intensive care. Inmiddels zijn er al veel patiënten na een corona-infectie weer ontslagen uit het ziekenhuis en werken ze aan hun herstel. Hoe zieker patiënten zijn geweest, hoe langer het herstel kan duren. Van eerdere soortgelijke virussen weten we dat patiënten langdurig klachten kunnen houden, zoals vermoeidheid en zelfs ook blijvende longschade. Ook kunnen patiënten na corona te maken krijgen met psychische klachten, zoals angst, somberheid, slapeloosheid of zelfs de posttraumatische stress. Heeft u ook een corona-infectie doorgemaakt en nog last van allerlei soorten klachten? En krijgt u geen professionele nazorg? Dan willen wij u met deze video ondersteunen in het herstelproces. Eerst geeft mijn collega longarts meer informatie over het herstel van de infectie. Daarna geeft de fysiotherapeut u praktische handvaten om uw conditie en spierkracht weer op te bouwen. Ten slotte vertelt de diëtist welke voeding u helpt bij een goed herstel. Uit onze eerste ervaringen met het coronavirus blijkt dat het herstel na een ziekenhuisopname per patiënt erg kan verschillen. Na 6 weken zijn veel patiënten al goed aan het herstellen. Ze hebben met name nog last van een verminderde conditie. Op de longfoto zien we ook vaak nog enige restafwijkingen. Sommige patiënten ervaren nog veel klachten van benauwdheid, angst of vermoeidheid. Uiteindelijk verwachten we dat het merendeel van de patiënten helemaal zal herstellen. Een deel zal echter mogelijk langer last houden van vermoeidheidsklachten of van longklachten. Als u nog klachten heeft, kunt u deze bijhouden met de ziektelastmeter op het coronalongplein van het Longfonds. Zo kunt u zien hoe uw klachten zich ontwikkelen. Denkt u dat u corona heeft gehad, maar bent u niet in het ziekenhuis opgenomen geweest? Ook dan kunt u de ziektelastmeter gebruiken om inzicht te krijgen in uw klachten. Aan alle patiënten die het coronavirus hebben doorgemaakt of mogelijk besmet zijn geweest, geven we het volgende advies. Neem vooral de tijd om te herstellen van de infectie. Het normale herstel van een infectie of een longontsteking kan zeker 6 weken duren. Na een opname op de intensive care of als u een matige conditie had op het moment van de opname, duurt dit herstel nog veel langer. Verwacht dus niet te snel dat u weer kunt functioneren op het oude niveau, maar luister goed wat uw lichaam aangeeft en wees geduldig. Ervaart u zo'n 3 maanden na een coronavirusinfectie of een verdenking daarop nog steeds klachten? Vraag dan om een verwijzing naar de longarts. Wij zullen controleren of het inderdaad coronavirus is geweest en of er longafwijkingen bestaan. In het geval van angst, somberheid of andere psychische klachten is het verstandig om dit aan te geven bij de huisarts. Zo nodig krijgt u dan een verwijzing naar een praktijkondersteuning geestelijke gezondheidszorg of een psycholoog. Als fysiotherapeut zie ik dat het coronavirus een behoorlijk nadelig effect kan hebben op het lichaam. Onder andere op conditie, spierkracht en op de ademhaling. Ik zie dat patiënten veel klachten ervaren van vermoeidheid en kortademigheid in rust en tijdens inspanning. Het kan zo zijn dat u in de eerste periode het gevoel hebt in ademnood te zijn. Of dat u snel en oppervlakkig ademhaalt en uw ademhaling niet of moeilijk onder controle krijgt. Het is misschien een vervelend of beangstigend gevoel, maar geen verkeerde ademtechniek. Het is een aanpassingsmechanisme van uw lichaam op de ziekteproces in uw longen. Als u dit ervaart tijdens inspanning, kan het helpen om tijdens inspanning het gesloten lippen uit te ademen. Op deze manier. Om me heen zie ik dat patiënten verzwakt zijn. De spierkracht en de algehele conditie is flink afgenomen. U kunt daardoor belemmeringen ervaren in het uitvoeren van activiteiten, zoals opstaan uit de stoel, lopen, traplopen of het doen van huishoudelijke activiteiten. Door het virus is uw belastbaarheid van uw lichaam achteruit gegaan. Het is daarom belangrijk dat u de belasting weer rustig opbouwt. Door middel van training gericht op kracht en conditie kunt u uw belastbaarheid weer opbouwen. In deze eerste fase van uw herstel is het daarom belangrijk dat uw lichaam krachtig en kortdurend traint. Dit zorgt ervoor dat uw lichamelijke belastbaarheid vergroot, waardoor u beter in staat bent om uw dagelijkse bezigheden weer op te pakken.
We beginnen met krachttraining. Een standaard trainingsprogramma is mogelijk niet haalbaar voor u, omdat u hiervoor nog niet belastbaar genoeg bent. U kunt starten met de oefeningen die ik zo voor ga doen. Begin met de oefeningen één keer per dag uit te voeren. Verspreid de oefeningen over de dag als dat nodig is. Streef naar een minimaal aantal van 3 keer 5 herhalingen per oefening. Het is belangrijk dat u de 5 herhalingen binnen 2 minuten uitvoert. U mag hierbij redelijk vermoeidheid of kortademigheid ervaren, maar niet pittig tot zwaar vermoeid zijn. Tussen de sessies door houdt u 2 minuten rust. Voelt u zich na 2 minuten slechts heel licht vermoeid, dan gaat u verder met de training. Is dit niet het geval, dan stopt u met trainen. Neem in ieder geval 2 uur rust. Als u hier weer voldoende hersteld bent, dan kunt u verder met het trainingsprogramma. Zorg er uiteindelijk voor dat u de sessies achter elkaar kunt uitvoeren met 3 series van 12 herhalingen en dat in 1 keer per dag. Zonder dat u daarvoor pittig tot zwaar vermoeid wordt of kortademig. Ik ga nu 5 oefeningen voordoen. Met de oefeningen kunt u werken aan de belastbaarheid van uw lichaam. Zorg er tijdens de oefening voor dat u rustig blijft ademen. Stop als u zware vermoeidheid of kortademigheid ervaart of als u de oefeningen niet meer gecontroleerd kunt uitvoeren. Oefening 1. Staan en zitten. Kom voor in de stoel zitten. Plaats uw voeten op heupbreedte. Sta op uit de stoel. Gebruik uw handen als dat nodig is. Kom dan langzaam weer terug. Herhaal de oefening. Tips. Kijk naar voren, gaat de oefening gemakkelijk af, sta dan op zonder uw handen te gebruiken of tik alleen met uw billen het zitvlak aan. Oefening 2. Op- en afstappen. Ga bij de trap staan of bij de step. Zorg ervoor dat u zich stevig kunt vasthouden. Stap met de linkervoet op de trap en zet uw rechtervoet erbij. Stap achteruit af met uw linkervoet en zet uw rechtervoet erbij. Wissel van been. Tips. Stap in een rustig tempo op en af. Plaats uw hele voet op de stepbank. Oefening 3. Uitstappen. Ga rechtop staan met uw linkerzijde richting de tafel. Plaats de benen op heupbreedte. Stap met uw rechterbeen naar voren. Zak door uw beide knieën. Houd uw rug zo recht mogelijk. Strek uw knieën zodat u de startpositie weer inneemt. Herhaal de oefening met hetzelfde been. Wissel daarna van been. Zorg ervoor dat u uw andere zijde naar de tafel gaat staan. Tips. Maak gebruik van de tafel om uw evenwicht te bewaren. Begin met een kleine stap naar voren en een lichte kniebuiging. Gaat de oefening u gemakkelijk af, stap dan verder uit en maak een diepere kniebuiging. Oefening 4. Opdrukken uit de stoel. Ga op een stevige stoel met leuning zitten. Plaats beide handen op de leuning van de stoel. Strek uw ellebogen, zodat uw bovenlichaam omhoog komt en uw billen net van het zitvlak van de stoel komen. Zak gecontroleerd terug in de stoel. Herhaal de oefening in een rustig tempo. Tips. Zorg ervoor een stevige stoel. Gaat de oefening u gemakkelijk af? Maak dan de oefening zwaarder door het zitvlak niet aan te raken tussen de herhalingen door. Oefening 5. Opdrukken vanuit de stand. Kom voor het aanrecht staan, zet een stap naar achteren, plaats uw voeten heupbreedte en uw handen schouderhoogte op het aanrecht. Breng uw borst richting het aanrecht in een gecontroleerde beweging. Uw ellebogen bewegen naar buiten. Strek uw ellebogen. Uw bovenlichaam komt omhoog zodat u de startpositie weer inneemt. Herhaal de oefening in een rustig tempo. Zorg ervoor dat u tijdens de uitvoering van de oefening uw buikspieren aangespannen houdt. Dit doet u door uw navel iets naar binnen in te trekken. Tips. Gaat de oefening u gemakkelijk af? Maak de oefening dan zwaarder door een grotere of extra stap naar achteren te doen. Kunt u deze oefeningen uitvoeren in 3 series van 12 herhalingen? Dan kunt u uw conditie gaan opbouwen. Een goede manier om uw conditie te trainen is functioneel trainen. Dit betekent dat u dingen oefent die u normaal in het dagelijks leven ook veel doet. Zoals lopen met of zonder een hulpmiddel, traplopen en opstaan uit de stoel. Dit heeft als voordeel dat u werkt aan uw herstel door het doen van dagelijkse dingen.
Als u verder bent opgeknapt en uw conditie en belastbaarheid het toelaat, kunt u kiezen voor een activiteit die u zelf leuk vindt, zoals fietsen. Voer conditietraining minimaal 3 en maximaal 5 keer per week uit. Bouw op naar een minimale trainingsserie van 20 minuten zonder pauzes. Hoe vaak u traint is afhankelijk van uw belastbaarheid. U bent voldoende belastbaar voor de volgende training als u het gevoel hebt voldoende hersteld te zijn van de vorige training. Dit betekent in rust niet of slechts licht vermoeid bent. Het is belangrijk dat u uw conditie in blokken opbouwt. Kies een makkelijke activiteit die u een aantal minuten achter elkaar kunt uitvoeren. Loop bijvoorbeeld in een stevig tempo of als u in huis bent, marcheer in een stevig tempo op de plaats. Totdat u redelijk tot pittig vermoeid bent of matig tot tamelijk sterk kortademigheid ervaart. Neem een paar minuten rust. U kunt weer starten als u nog slechts licht vermoeid bent of nog maar weinig kortademig bent. Herstelt u niet na 3 tot 5 minuten, dan bent u klaar met de training. Tot slot. Spierpijn mag, maar als u merkt dat u aanhoudend minder energie heeft in de dagen na uw training of bijvoorbeeld pijnklachten ontwikkelt, ga daarna of u misschien te veel doet. Probeer belasting op uw belastbaarheid af te stemmen. Dit houdt in dat u activiteiten afstemt op wat uw lichaam op dat moment aan kan. Uw dagelijkse activiteiten zoals wassen, koken en lopen in huis vragen ook energie. Het is belangrijk om deze activiteiten goed over de dag te verdelen. Merkt u grote achteruitgang in uw inspanningsvermogen of gaat u niet meer vooruit zonder logische reden, dan raden we u aan om contact op te nemen met uw huisarts. Deze kan eventueel onderzoek doen naar de oorzaak van de klachten en u eventueel doorsturen naar een fysiotherapeut. Onze collega-fysiotherapeuten bij u om de hoek, met als aandachtsgebied longrevalidatie of geriatrie, zij kunnen u verder helpen met de opbouw van uw belastbaarheid. Goede voeding zorgt voor een sneller herstel tijdens ziekte. Bij ziekte, ook bij het coronavirus, valt u vaak af. Dit zorgt ervoor dat u spieren verliest. Daardoor voelt u zich slapper en zwakker en herstelt u minder snel. Goede voeding zorgt ervoor dat u sneller herstelt. Veel voorkomende klachten bij een corona-infectie zijn een verminderde eetlust als gevolg van verlies van smaak en verlies van reuk. Het is mogelijk dat u hierdoor minder gegeten heeft. Het kan ook zijn dat u te moe of verzwakt was om goed te kunnen eten en om uw maaltijden te kunnen bereiden. Bij ziek zijn is de voedingsbehoefte vaak juist verhoogd, omdat ziek zijn een herstel hiervan veel energie vraagt van uw lichaam. Denk bijvoorbeeld aan benauwd zijn. Ademhalen is dan heel inspannend en kost veel energie. Hierdoor is het eten en kauwen van het eten erg zwaar. Wanneer u niet voldoende energie binnenkrijgt uit uw voeding, valt u af en verliest u spiermassa. Wat kan leiden tot het feit dat u tot minder in staat bent. U merkt dan dat uw kracht en conditie flink achteruit is gegaan. Maar ook wanneer u geen sprake is van verminderde voedingsinname, is de kans groot dat u spiermassa verliest doordat u zo ziek bent geweest. Hoeveel energie heeft u dagelijks nodig? U denkt misschien dat u niet zo veel energie nodig heeft omdat u nog niet veel kunt doen, maar dat is niet waar. Ziek zijn is een topsport en herstellen van een zware ziekte vraagt juist om veel energie. Hoeveel energie u precies nodig heeft verschilt per persoon. Er zijn veel verschillende factoren die dat bepalen, zoals leeftijd, lengte, geslacht en de ernst van de ziekte. Een andere belangrijke onderdeel van uw voedingsinname is eiwit. Eiwit is een belangrijke voedingsstof. Eiwitten zijn nodig voor de opbouw en instand houden van de spieren, de weerstand en voor uw herstel. Bij de ziekte is eiwit de belangrijkste voedingsstof voor uw herstel. Uw eiwitbehoefte is nu hoger dan normaal, aangezien u spiermassa weer zal moeten herstellen. Verdeel de eiwitten goed over de dag. Zo worden ze optimaal benut. U kunt uw eigen eiwitbehoefte berekenen. Ga dan uit van 1,5 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht. Dit is de totale hoeveelheid eiwit die u binnen zou moeten krijgen over de hele dag. Als je het lastig vindt om dit in 3 grote maaltijden binnen te krijgen, is het goed om maaltijden te verspreiden over de dag. Bijvoorbeeld
over 6 kleine maaltijden. Zorg er dan wel voor dat elke maaltijd eiwit bevat. U weet nu waarom het belangrijk is om meer energie en eiwitten binnen te krijgen. Maar welke voedingsmiddelen bevatten nu veel eiwitten? U kunt hiervan denken aan ei, zuivelproducten, vlees, kip, kalkoen, vleeswaren, vis, kaas, sojaproducten, peulvruchten, noten en pinda's. Verder heb ik nog wat algemene tips. Gebruik vaak kleine maaltijden verspreid over de dag. Varieer zoveel mogelijk, wissel zoete, zure of hartige gerechten, warme en koude gerechten regelmatig af. Neem een broodmaaltijd als je de warme maaltijd nu tegenstaat en maak gebruik van dubbel beleg. Vermijd voedingsmiddelen die u tegenstaan. Merkt u dat het niet lukt om voldoende te eten, of blijft u toch afvallen, of blijft u zich zwak voelen en neemt uw kracht en conditie maar niet toe? Neem dan contact op met een diëtist. Deze kan voor u precies berekenen hoeveel energie en eiwit u nodig heeft en dit vertalen in de praktische adviezen. Ook kan de diëtist uw spiermassa en spierkracht meten om te beoordelen hoe het met het herstel gaat.